Toen ik mijn avatar maakte, wilde ik dat die avatar dezelfde groene ogen had als ik. En toen heeft mijn man, Jean-Pierre, die heeft een foto gemaakt van mijn oog, een close-up foto. En die heb ik in Photoshop de iris uitgeknipt, zeg maar. En die op de oog van mijn avatar gemonteerd in Second Life. En daardoor heeft zij dus dezelfde ogen als ik.